deze video voor een week lang extra geluk. Het werkt gegarandeerd. Gummy food versus real food. Let's do this. Oké, kom maar, Soraya. Oké, links of rechts? Oké, ik ga voor links. Geef me links, geef me links. Oké, let's go. Good feeling about this man. Oké, kan van alles zijn. Ik heb een mogelijkheid om voor één bord te kiezen die te eten als het gummy of real food is. Maar ik mag daarna ook voor het tweede bord gaan. Oké. Gummy burger, man. Oh. Hey, ik ben blij. Maar dat betekent dat er dus ergens in deze kamer... Oh my gosh, dit... Echt het fijnste broodje ter wereld. Ik heb wel de sla. Ik ben vegetarian. Oké, ik heb een tandarts nodig na vandaag, man. Soraya, ik ga een stukje van het vlees nog proeven. En dan denk ik dat ik voor de extra punt ga. Dat ik ook voor de real food ga. Hoe smaakt het vlees? Gelatineachtig, man. Ik heb toch liever mijn spare ribs en mijn pork chops, man. Oké, wacht. Wat moet dit voorstellen? Dit is tomaat, hè? Dat is tomaat. Wat lekker. En dan wil ik ook nog wel een stukje sla bij. Oh. Ook het broodje op. Het broodje, dat vind ik heel leuk. Het broodje zijn pizza's. Beste broodjes ooit. En dan neem ik dan een stukje gummy weer. En ik heb echt een nieuwe tandarts nodig. Ik heb dus nu de mogelijkheid om hiermee te kappen. Dan heb ik één punt. Maar ik kan ook voor de volle pot gaan. En dat doe ik. Kom maar hier. Ik ga ook de real one nemen, man. Oké. Kijk, eigenlijk moet je dit met twee mensen doen. Maar ik ben solo in the game. Ik ga het gewoon doen. Oké, let's go. Dat ziet er vreselijk uit. Oh, dit is wel echt... Oh man, ik weet niet. Deze koe die heeft geloof ik in 1800 ergens in een weiland zitten grazen, man. Dat ziet er niet best uit. Oh, dat broodje heeft nog ijs. Dat broodje heeft nog ijs. Nou, dan gaan we voor science. Dat is als je iets doet wat je niet wil doen, dan zeg je gewoon dat het voor de wetenschap is. Dan rechtvaardig je het voor jezelf. Oh, die augurken zijn echt lekker zuur, man. Kijk, augurken zijn wel zuur, maar ik proef dat dit een soort van schimmelige zuur is. Lekker, man. Nou, twee punten voor mij. Op naar de volgende ronde. Links of rechts? Rechts. Kom maar, man. Rechts. Rechts. We gaan voor rechts. Maar wat zit er onder rechts? Watermeloen, man. En dit is de beste watermeloen. Sommige mensen houden van de witte watermeloen, de doorzichtige, weet je wel. Maar kijk, dit is de echte juicy one. Aan mijn tanden. Nu kan ik natuurlijk maar één ding doen. Ik ga weer voor die tweede punt. Want als dit watermeloen is, dan betekent dat... Kom maar hier met die tweede ronde. Dat hieronder maar één ding kan zitten, bro. Hey, deze zijn nice. Deze zien er letterlijk uit als watermeloen. Soms heb je van die gummies. Die lijken totaal niet op wat ze moeten voorstellen en presenteren. Maar dit is een echte watermeloen gummy, bro. Ik ga hem proeven. Nee, wacht, ik wil deze. Deze die is helemaal gesquashed in het pakketje. Die heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ik gun hem een snelle, een niet pijnlijke ondergang. Let's go. Ze zijn niet lekker, man. Ze hebben echt heel erg geprobeerd om die watermeloen smaak op een chemische manier erin te persen. Je hoort ook aan de crunch dat het niet lekker is. Deze zijn echt vies. Nou, wacht. Misschien ben ik, omdat ik net zo verwend ben door die burger, ik moet even... Nee, ze zijn smerig, man. Ze zijn echt niet lekker. We gaan door naar ronde 3. 2 keer 2 punten. Dat maakt 4. Ik kan rekenen. Oh my gosh, oké. Links, links, ja. Links, oké. Waarom lach ik? Omdat, you know, je zou op zich kunnen zeggen dat je ongeveer een predictie kunt maken van wat hieronder zit. Is die nou gewoon nog koud, Soraya? Ja, is hem bevroren. Oh my gosh. Kijk, ik ben een hete jongen. Dus in feite, als ik hem vasthoud, dan zou die helemaal warm moeten worden. Dit is een pizza margarita. Laat in de comments weten, hoe eet jij je pizza het liefst? Ik met mijn mond. Dus dat ga ik doen. Let's go. Ik heb een kleine teleurstelling. Het is geen margarita. Wat is het dan? 4 kazen. 4 kazen? 4 kazen. En dan ga je me ook nog in die setup gooien dat het koud is. 4 koude kazen, bro. Het is best lekker, man. Ik maak geen grap. Dit is echt lekker. Smaakt naar een, zoals die Belgen dat noemen, een smoskaas. Smoskaas? Ja, man. Zo'n verse nog wel. Zo'n eentje waarvan die kaas vanochtend uit de kaasfabriek komt. Hij is echt lekker. Nou, ik ga natuurlijk weer voor die tweede punt, want hey, oh my gosh. Ik vind het ook zo mooi dat je moet wel heel slecht zien zijn als je niet weet wat hieronder ligt. Oké. Dit is geen 4 kazen. Dit is ei, besjes en bananen. En alles wat je eigenlijk niet op een pizza zou willen. En het meest teleurstellende is nog wel, het zijn eigenlijk gewoon allemaal losse dingetjes. Kijk maar. Dit is eigenlijk je pizza. Ik ga maar gewoon voor het banaantje en het eitje. Let's go. Nou, welke moet ik kiezen, Soraya? Eitje. Ik ga het eitje kiezen, man. Het eitje zit er... Oh my gosh! Ze hebben een pizzaception op me gegooid. Er zitten pizza's op de pizza. Nou, dat is niet lekker, man. Maar dat kan er ook door komen omdat ik die koude 4 kazen nog in mijn mond heb. Oké, we toppen het af met een eitje. Oké, ronde 4. Oké, ronde 4 en ik heb een leuk idee. Soraya die mag kiezen welke ze mij aangeeft. Dus zij weet nu eigenlijk stiekem al of het de real food of de gummy food of de wat dat ook gaat zijn. Let's go, bro. Oké, ik weet al wat het gaat zijn, man. Ik zie hier allemaal suiker liggen. Wedden dat dit gummy is? Hey! Oh, deze waren mijn favoriet, man. Met school, met overblijf ging je altijd voor deze, man. Deze zijn gummy, maar zijn zachte gummy. Dus je kunt zo lekker rustig kauwen. Ze zijn wel zoeter dan ik me herinner, man. Bijna een soort van gelatine, man. Ik ga deze even hier achter mij neerzetten. Die gaan we op en dan ga ik die extra punt pakken, man. Kom maar. Oké. Kijk, het voordeel is, ik heb net een koude pizza achter de kiezen. Wat ik nu ook hieronder ga krijgen, het maakt niet uit dat het koud is. Want het zijn aardbeien. Oké, let's go. Deze is een beetje zacht, Soraya. Deze is niet meer helemaal goed. Je hebt mij bedorven aardbeitjes gegeven. En weet je wat echte diehards doen, bro? Die maken zich echt geen zorgen om zo'n groen dingetje.
Stop, nee. Jongen. Je keuze hem echt, ja? Psychopaat. Psychopaat. Ja, psychopaat. Weet je wat een psychopaat is? Bij het vuur? Psychopaard. Ronde 5. Ik heb er zin in. Oké, weet je wat we doen? Links. Links. Ik wil links. Waarom geef je me rechts? Ah. Oh, nee, Anne is gespiegeld voor mij natuurlijk. Oké, let's go. Heb ik de goede keuze? Oeh, je hebt me in een vieze setup gegooid. Wat zijn dit? Paddenstoelen? Champignons. Champignons. Kijk, ik eet een champignon, want ik ben een champion. You know, dat spel je hetzelfde toch ongeveer? Nee, dat spel je compleet anders. Champignon, kijk, er zijn een aantal dingen die ik echt niet lekker vind. Eén daarvan is mosselen, de andere is oesters, hè, dat slijmerige. En ik denk dat champignons er ook echt wel in dat lijstje thuis hoort. Ik vind het niet lekker, ik hou niet van de structuur, ik hou niet van de smaak. Ik denk dat het lekker is met een hele hoop saus, maar dat heb ik niet. Dus ga ik gewoon lekker zo, let's go. Yes, man. Wat was dat? Dat was een soundeffect, man. Jij hebt jullie de volgende? Weet je hoe ik dit het beste kan omschrijven? Mijn mond voelt mat van binnen. Mijn mond voelt mat. 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 Zeg maar zo droog. Let's go, volgende. Woe. Straks heb ik nog een keer champignons. Ja, dat zijn het er ook. Ja, maar eet er nog. Oh yes, het zijn champignons. Nou, we gaan eens even checken of deze misschien beter smaken dan die van net. Hey, ze hebben die structuur wel hetzelfde gemaakt, hè? Ook weer zo een beetje mattig. Een beetje zo hard. En het is ook niet zo alsof dan alleen de buitenkant het is, maar ook de binnenkant is mat. Het is allemaal, het is alsof je graaft naar een eindeloze pijn. Ik kan deze wel waarderen, man. Hij smaakt een beetje naar bubblegum, dus you know, I feel this. Oké, ronde 6 met die champignons. Deze champion hoeft geen champignons. Ronde 6, let's do this. Oké, ik ga voor... Oeh, ik heb een goed gevoel bij links vandaag, man. Ik ben niet linkshandig, maar ik heb een goed gevoel bij links. Oké, 3, 2, 1. Wat is dit? Oh my gosh, Soraya, heb je me wat te vertellen? Muisjes! Muisjes, oké, gelukkig. Nee, ah. Muisjes. Oh, dat kartonnetje schoot onder mijn nagelhuid. Oeh, dat is zo erg. Ah, kijk, er is een stukje nagelhuid weg. Oeh, oké, muisjes. Ah, dat is, sorry, dat is zo pijnlijk, hè. Echt, ik wist niet eens dat je huid onder je nagel had, maar letterlijk, zojuist is het gewoon beseffings. Oké, muisjes. Smaken naar drop van binnen, hè. Echt? Ja, toch? Ik haat drop, ik heb nog nooit muisjes gegeten. Heb je nog nooit muisjes gegeten? Nee. Dan ben je geen echte kat, man. Ik ben heel benieuwd. Oeh, hey, wat? Dit zijn gummimuizen! Bro, dit is insane. Ik denk dat de staart van gummy is en ik denk dat de muis zelf van een soort van schuimsnoep is. Oh my gosh, so sad. Dit is de enige gezonde staart. Kijk, deze die ligt hier. Als een matties, die zijn van de grote staartclub. Maar ik ga hem vlot uitsnijden, man, let's go. Soraya, man, is niet lekker. Deze kun je romantisch eten, hè. Kijk zo. Eigenlijk... Is dat romantisch is of... Eigenlijk heb je er nog iemand voor nodig, maar you know. Volgende ronde! Ik doe de linker, let's go. Oh my gosh, en dat gaat niet goed zo. Oh, wat zou dat nou zijn? Misschien heeft het te maken met het meest suikerige drankje ter wereld. Met prik inbegrepen. Let's do this. Oké, nu ben ik sowieso blij, want... Ik weet dat ik voor die extra punt kan gaan zonder dat ik mezelf ermee pijn doe. Kom maar met de gummies. Oh ja. Oh yes. Oké. Okay. Laten we wel wezen, als je denkt aan bekende gummies, dan denk je aan de gummybeertjes. En dan denk je aan de gummy soda's. En zeg maar, vroeger dan was je badass toch? Dan ging je hem niet zo eten. Je zei van ja, man, ik ga even colaatjes drinken toch? En dan ging je eerst nog geen hele dingen. Yes! Volgende ronde. Maar eerst post ik er nog. Oké, ik verleg de eer naar Soraya. Zij mag kiezen welke ik krijg. Kies er maar één, man. Voor deze? Ja. You sure about it? Ja. Oké, wacht. Ik ga proberen aan het gewicht op te maken of ik denk dat het echt een gummy is. Dit is gummy. Dit is 100% gummy. Ik had fout, het is geen gummy. Het is... Oeh! Hé, hey, dit zijn krakelingen! Oeh, wacht, die zijn denk ik heel erg lekker crunchy. We gaan het even testen. Het zijn geen krakelingen, maar kruimelingen. Oh, ik heb zo'n droge mond. Champignons, die hebben mijn mond matte gemaakt. Deze hebben mijn mond de Sahara gemaakt, man. Weersomstandigheden zijn droog. Er is 10 jaar niet geregend. Nou ja, wel lekker, wel lekker. Ik zou zeggen, kom maar hier met die... Zijn daar gummy varianten van? Oh my gosh. Ik hoef dus er niet voor te kiezen om elke keer bij elke ronde allebei de dingen te kiezen. Alleen als ik die extra punt wil. En natuurlijk wil ik die extra punt. Let's go. Oeh! Deze zijn een beetje aangebrand, man. Deze krakenlingen zijn niet meer helemaal hoe ze hoorden te zijn, denk ik. Nou, we gaan ze proeven. Ik denk dat dit... Denk het niet, ik weet het zeker. Dit gaat drop zijn, bro. Dit is wel lekker, man. Het is zeg maar drop, alleen dan zonder de smaak van drop. Het is drop met de geur van drop, zonder de smaak van drop. Het klinkt bijna als een gekke... Waarom zou je het dan laten ruiken als drop? Sommige dingen in het leven, die moeten illusioneel blijven. Oké, joh. Ja. Je mag je handen open doen. Open? Ja, open. Oké. Oeh. En wat is dat? Ja, iets. Maar okay. Je mag het niet zien. Bij genoeg likes trouwens ga ik vaker een gummy versus real food doen. En dan ook eens een keer echt een exotische editie met slangen en al dat soort dingen. Dus doe even die like. Mag ik mijn ogen open doen? Ja. Oh my gosh! Oh, waar heb ik dit aan te danken? Wat lief, gummibloemen! Dat zijn de gummibloemen, toch?
Joop, dat zijn echte bloemen. Dat zijn echte bloemen? Ja. Oké. Nee Joop, niet doen. Huh? Niet doen, het is een mooi bosje bloemen. Nee. Dan hou je. Ja. Dan hou je. Nee, ik wil dat je nu gaat. Niet doen. Ik ben echt verschrikkelijk. Weet je dat een koe 7 maag heeft? Maar nu wil ik ook de echte variant. Want dat was de gummy, toch? Eet geen bloemen, voor alle duidelijkheid. Ik ben een professionele idioot, ik weet exact wat ik doe. Zo'n beetje, voor de helft, een kwart niet, oké. Oh my gosh, how unexpected. Oké, nou deze zien er wel, een soort van, even kleine showcase. Oeh, nee, look. Ik kan nog helemaal niet tegen dat geluid, hè. Ah. Kun je dat tegen? Ja. Dat klinkt als een deur. Oké, let's go, de gummy bloem. Oh, dit vind ik zo zielig. Het is ook gelijk niet meer wat het was zonder dat leuke hele dingetje. Het lijkt op een afdak. Dit is al mijn petbind, dan ben ik altijd droog. Wat fantastisch. Is dit die bosbloemen die ik net in mijn hand had? Moet je nagaan wat de buitenkant met iets kan doen. Nou, we gaan hem even proeven. Een mooi rood bloemetje. Oh, dit is ook helemaal niet lekker gewoon. Hè. Zo droog. En waarom zit er een vlinder op mijn bloem? Ongedierte. Daar word ik helemaal niet vrolijk van. Oké, die vlinder is wel lekker, man. Ik ga eerlijk zijn. Dit was de ene laatste ronde. Wat betekent dat we nu doorgaan naar de laatste. Let's go. De allerlaatste ronde. Ik ben totally ready met een beetje bloem in mijn mond. Eet dus nooit bloemen. Eet alleen dingen die eetbaar zijn. Even een wijze les van Tutsjoepen tussendoor. Let's go, man. Oké, dit is zwaar. En ik weet niet wat dat zegt. Dat kan betekenen dat er iets echts onder zit. Het is gummy. Oké, het is gewoon gummy. Het zijn gummy sleutels en hockeysticks. Het zijn gummy sleutels. Let's do this. Nou, deze zijn natuurlijk hartstikke lekker. We wouden ze vroeger allemaal, omdat we dan de hele tijd zo... een sleutel. Amazing. Nou, we gaan hem even testen. Zo'n lekkere smaken. Pak jij niet de cola? Oh, dat is cola, hè? Cola sleutel. Oh, wat lekker, man. Ik hou wel van cola. Ik hou niet echt van cola, maar snoepcola is wel amazing. Waarom is het zo hard, Soraya? Waarom hebben we het niet even in de magnetron gedaan? Is een sleutel. Daarover gesproken, ik ga voor de laatste punt. Let's go, man. Dit kan maar één ding betekenen. Ik bedoel, dit waren gummy sleutels. En het is een real food versus gummy food. Dus... oh my gosh, Soraya. Ik heb een sleutel gekregen. De sleutel tot jouw hart. Nee. Ik heb een sleutel. Ik ben er blij mee. Wil jij... wil je deze sleutel winnen? Doe even een like. Laat in de comments weten. Moet ik vaker een gummy food versus real food doen? Maar ben je nou aan het lachen? Maar het is fun. Ik zit in de war, hè? Kom maar. Nee, ik ben er voor je. Kom maar met je hand. Kom maar, komt goed. Nee, komt goed. Ik ga je zo weer, ga ik je weer helpen, oké? Okay? Ja, met wat? Nou, gewoon met je goed voelen. Oké, dankjewel. Like voor meer, abonneer en adios. Ik ga mijn mond spoelen. Ik heb bloemenadem. Ruikt wel lekker, toch? Bloemenadem. Ja, lekker. Het is beter dan champignonadem.